Goed, ik ben Marcel Eekhout, landschapsarchitect. We staan hier op de Via Regia bij de lusveranda, of eigenlijk ligt die weg in de lusveranda, ook wel bekend als de N225. Nou, het is echt een waanzinnig mooie weg. Ook stukken zijn echt heel erg lelijk. We gaan kijken hoe dat eruit ziet van de mooie en de lelijke kanten van de weg. We zijn bij Remmerden, het industrieterrein. Daar is een rotonde aangelegd, een tijdje geleden. Het is gewoon een beetje grasmatjes, het is net gemaaid. Saaien kan eigenlijk niet. Als je op de rotonde rijdt, zie je als het ware de omgeving, een soort panorama krijg je. En langs de rivier staat juist beplanting. Dus zie je de rivier niet. En juist de rivier is heel erg kenmerkend. En wat er eigenlijk misgaat, is dat je de hele oude historie van deze weg helemaal niet kunt beleven. Dat geldt dus voor bijna heel de weg. Je kunt landgoederen zien, dat is allemaal uit de periode. Je kunt bebossingen zien. Maar juist die periode van de Via Regia en daarvoor zijn helemaal niet te beleven voor mensen. Dus mensen weten ook niet dat die weg dus heel erg oud is hier. Ja, ik vind dit echt wel een mooi profiel. Het is heel groen, oude bomen, grasstroken tussen het fietspad en de weg. Dus je voelt je op het fietspad heel veilig. Overdadig groen. Alleen op detailniveau gaat het dan weer mis, omdat al die inritten, al die parkeerplaatsen er zitten. Dus dat geeft wel weer een heel onrustig beeld, zeg maar, van de weg. Maar overal beeld is wel heel erg mooi. Ja. Heel erg lelijk. Afschuwelijk om hier je route te moeten beginnen. Dit is een toeristisch overstappunt. Dus dan zet je je auto neer en dan ga je wandelen en fietsen. Dan krijg je echt al plezier op de parkeerplaats. Nou, dat heb ik hier dus helemaal niet. Hiernaast ligt een hele mooie plek, Huis Doorn. Dat is echt waanzinnig mooi. Maar als je dan op deze plek bent, dan voel je daar niks van. Dus echt geen goede sfeer. Dit is inderdaad wel de lelijkste plek die ik ken hier. Ja. Ik zou het eerst kijken van, kun je het wat groener maken? Kun je de hekken eromheen beter maken? Kun je het wat logischer maken voor de bezoeker? Dat hij gelijk snapt waar die is en wat hij kan. Heel die opdeling in allerlei onderdeeltjes weghalen. Nou, als dat niet lukt, zou ik geloof ik gewoon een hele mooie andere plek zoeken. Dat is misschien nog veel beter. Nou, ik vind de Via Regia echt eigenlijk een hele mooie weg met heel veel kansen. Waar het echt ook mooi kan worden en waar je de historie kan proeven. Bijvoorbeeld de stukken tussen de dorpen zijn soms echt waanzinnig mooi. Ook heel mooi om te fietsen, om te recreëren. Er is veel te zien. Verschillende landhuizen, tabaksplantages, van alles is er wat. Het is echt een waanzinnig leuke weg. Maar er moet wel wat aan gebeuren om het gewoon echt goed prettig te maken. Ja.